Dat ik aan een onbekende wil doneren, dat heeft te maken ook denk ik met het feit van, ik geef al jaren bloed. En als je bloed geeft, geef je ook bloed aan een onbekende mensen. En als je bloed geeft, dan denk je van nou, het zal jezelf maar een keertje overkomen dat je bloed nodig hebt. En ik ga altijd van dat standpunt uit, als ik iemand kan helpen, word ik misschien zelf ook geholpen. Nou, mijn vrouw was in eerste instantie niet heel erg blij ermee. En de kinderen eveneens niet. En toen heb ik het uitgelegd. Mijn dochter in Amsterdam, die is meegegaan naar de voorlichtingsavond. En toen hadden ze er alle begrip voor dat ik het wilde doen. En toen zagen ze er ook geen probleem in. Nou, ik denk dat ze misschien dachten van ja, als papa niet gaat afstaan, dan heeft hij er maar één. En zijn gezondheid kan wel in gevaar komen. Nou, ik had me van tevoren heel goed voorbereid dat je heel goed op één nier kan leven. Dus ik denk, dat moet niet het probleem zijn. Ik heb nooit van mensen gehoord dat ze zeiden van, ben je wel goed bij je hoofd om dat te doen? Sommige mensen hadden wel twijfels. Die zeiden van, nou, ik zou dat bewaren voor als een van mijn kinderen of een van mijn kleinkinderen iets krijgt of van de familie. Ja, dat kan ik ook begrijpen. En omdat ik op dat moment niet speciaal aan de kleinkinderen hoefde te geven, omdat die niets mankeerde. En later zei mijn vrouw van, nou, mocht dat zo zijn, dan ga ik eventueel aan de kleinkinderen geven als dat nodig mocht zijn. Nou, als mijn kinderen, denk ik, en mijn vrouw zouden blijven volharden in het feit dat ze zeiden van nou, doe het niet. Dan had ik er toch wel misschien nog wel goed over nagedacht om het eventueel niet te doen. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. En dat was mij ook de reden om ermee door te gaan met het afstaan van de nieren. Ja, dan kom je in het traject. En dan, je gaat er eerst heen. Dan krijg je ruim een week bedenktijd en dan moet je zelf bellen of je dat nog wilt. Dat heb ik gedaan. Want daarna krijg je een traject dat je helemaal onderzocht wordt, zowel lichamelijk als geestelijk. Dat is ook heel belangrijk, hè? Dat je mentaal in staat bent om dat te doen. En dat is allemaal prima verlopen. Ja. Je komt ook bij een psycholoog terecht en ja, die hebben daar waarschijnlijk verstand van om te zien van hoe zit een mens in elkaar. Is die wel standvastig? Ik denk dat dat belangrijk is, dat je dus standvastig bent. Ja, ja, ik werd op een gegeven moment opgeroepen. Dan zou dus binnen een week moest ik zelf naar het ziekenhuis gaan. En toen het zover was, kreeg ik een dag van tevoren te horen dat het die keer niet doorging, omdat de ontvangende partij, die was ziek geworden en je moet beide in een hele goede gezondheid zijn, wil die operatie slagen. Dus dat was enigszins een tegenvaller. Ondertussen was mijn zoon overgekomen uit Spanje om mij te begeleiden. Ja, die moest helaas weer terug. En toen een aantal weken later, toen kreeg ik een oproep, onverwachts, dat ik toch moest komen omdat er iemand was afgevallen. Ja, dan ga je naar het ziekenhuis toe en dan kom je op een zaaltje te liggen met twee personen. Dat is bij mijzelf niet zo heel goed bevallen, want die persoon waar ik bij lag, die was nogal aan het lawaai aan het maken. Dus ik had geen goede nachtrust. Toen dacht ik later, nou, ik kan toch uitslapen, dus laat het maar. Als je eenmaal geholpen bent, ben je wel patiënt. Maar in het begin, je komt daar gewoon gezond te liggen. En dan krijg je die operatie en dan moet je dus weer herstellen. De operatie zelf merk ik natuurlijk niks van, maar de nasleep daarvan wel. Ik had wat last van met opstaan uit bed, dat het heel erg pijnlijk was. En toen ik eenmaal thuis was, heeft mijn vrouw me heel goed geholpen. Want dan moet je geholpen worden met wassen enzovoorts. Dus dat is wel belangrijk dat er iemand is die voor je kan zorgen. Ik doe wat vrijwilligerswerk en ik had besloten om een aantal maanden niks te doen. En toen heb ik de datum aangegeven dat we weer konden. Dat duurde ongeveer denk ik twee, drie maanden. Ik wilde voor mezelf ook gewoon heel gezond zijn. Het goede gevoel wat er ontstaat wanneer je een nier hebt afgestaan, dat is als je in eerste instantie hoort, al vrij snel na de operatie,
dat de ontvangende partij hem ook goed ontvangen heeft. Daar krijg je een heel goed gevoel bij. Dat is ook iets waar je het voor doet, uiteraard. En later de reacties van de mensen, blij zijn dat het met jou goed gaat en dat alles goed is verlopen, dat geeft je ook een voldaan gevoel. Ja, de kosten die bestaan voor de operatie van het doneren van een nier, die worden vergoed door de zorgverzekeraar van de ontvangende partij. Zowel van degene die zelf doneert als de ontvangende partij. Dus de gehele operatie kost je zelf niets. Je krijgt de reiskosten verkregen vergoed en je krijgt nog een kleine bijdrage in andere kosten. Het precieze bedrag weet ik niet, maar dat staat allemaal vermeld. Maar dat kost je als gever helemaal niets. Nou, ik wilde een nier doneren aan een onbekende, omdat dat voor mezelf een beter gevoel geeft van dat je niet de nasleep hoeft te weten. Want als het niet goed gaat met de nier en die je hebt afgestaan en hij wordt niet geaccepteerd, dan heb je misschien het gevoel van, nou, ik had het toch beter niet kunnen doen. Het leven met één nier, dat is eigenlijk hetzelfde als leven met twee nieren. Je merkt er helemaal niets van. Er wordt wel gezegd, je moet wel een beetje aandacht geven aan dat je genoeg drinkt. Maar dat moet je normaal ook doen. Maar bij één nier moet je dat zeker blijven volhouden. En dat vergeet ik soms wel eens. Ja, de nazorg bestaat uit dat je, nadat je dus de nier hebt afgestaan, kom je binnen enkele weken, krijg je dus een controle. En als je die controle gehad, dan blijf je jaarlijks, als je dat wilt, kan je dus een controle krijgen op de functie van de nier en op andere organen. Dus dat was wel een geruststelling. Nee, je doet het niet voor dankbaarheid. Je denkt bij het afstaan van een nier dat je iemand kan helpen. Dat is het allerbelangrijkste. En het feit dat je zelf goed op één nier kan leven, dat geeft dan de doorslag van, nou, als ik iemand anders kan helpen die hele slechte nieren heeft en ik kan hem een beetje prettiger leven geven, dat is voor mij het allerbelangrijkste.